Het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van OW heeft het na de Pagara-estafette druk gehad met het opruimen van de binnenstad. Volgens Sherida Mankou, hoofd van de afdeling Straatsonderhoudsdienst, was het heel hard werken. Maar het moet gedaan worden omdat de stad eenmaal 24 uur schoon moet blijven, zegt Mankou. We hebben de hele binnenstad opgeschoond en we hebben 30 kuub vuil uit de binnenstad weggehaald. Wanneer ik zeg binnenstad, dan bedoel ik de strekking vanaf Molenpad, Zwarte-Novenbrugstraat, rechtdoor naar de Gravenstraat. Linksaf Combiweg, Sommelsdijkstraat, het stukje van onderrond gedeelte, beide gedeelten, stukje van Willem-Campagnestraat, een stukje van de Anton-Dachterweg. Dan kom je terug, Waterkant, Saramakastraat. En alles dat daar binnen valt, is van openbaar groen en dat hebben we schoongemaakt. Oké, ik moet u aangeven, je hebt een voortraject van 1 januari en je hebt een natraject. Het voortraject is het opharken van zwerfvuil. Het natraject is wanneer we het rood gaan wegwassen met de brandweer. Er wordt een rapportage vandaag opgemaakt en daarna morgen gaan we zitten. De verschillende actoren die mee gaan doen om het schoonwassen van de stad gaan we dan bij elkaar brengen morgen. En dan gaan we afspraken maken wanneer dat gaat plaatsvinden. Ik denk dat dat toch wel op het einde van de week gaat gebeuren of begin van de week, volgende week. Maar dat heb je altijd wanneer het regent en je schiet pagara gaat alles gaan plakken. Ga je harken of ga je bezem, maar gaat het te veel tijd in beslag nemen. Je hebt bepaalde plekken in de binnenstad waar winkeliers zelf hun troep hebben opgeruimd. En daar geef ik ze een pluimpje. En je hebt mensen die het gewoon hebben laten liggen. Dus dat alles wordt dan aangepakt in het natraject. Mankou zei verder dat er vergunningsafspraken zijn geweest met bedrijven om hun eigen vuurwerkafval op te ruimen. Heel wat bedrijven hebben zich echter niet daaraan gehouden. Dit zal gerapporteerd worden aan de DC en de minister en daar zal besloten worden welke sancties er volgen, zegt Mankou. Dat van de Domineestraat heeft echt mijn aandacht, omdat het is voorgekomen van het jaar dat een gedeelte niet gedaan is, dat het niet is opgeschoond. Omdat normaliter, vorig jaar, een jaar daarvoor, is het altijd schoongemaakt. Dus er zijn afspraken lopen met de desbetreffende mensen die belast zijn met hun evenementen. En de afspraak was dat ze het zelf zouden opschonen. We moeten dan nu weer in het natraject gaan kijken waaraan het echt heeft gelegen dat een gedeelte niet is schoongemaakt, maar een gedeelte wel. Want er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Sherida Mankou, hoofd van de afdeling straatonderhoudsdienst van het directoraat Openbaar Groen. Zij sprak over de schoonmaakactiviteiten die zijn uitgevoerd na de Oroyari-viering.